is hier weer lekker in licht. Ja. Het is lekker, vent. Het is lekker. Zo, meneer, zeg even lekker aan het wassen in zijn mandje. He, lekker, kerel. Wat denk je wat erin zit? Oké. Okay. Ik zou zeggen, pak hem uit. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 29 december 2021. En het is nu 9:45 in de ochtend. Ja. En met wie zal ik alleen maar lopen? Ik loop. Met die daar? Ja. dus ja. Christa komt zo meteen. Ja, die hebben we heel lange tijd niet meer gehoord, hè? Nee, dat klopt. Maar ik vind het wel even fijn dat Christa komt. Ik heb niet zo heel lekker geslapen, maar dat komt later wel. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier voor deze gloednieuwe vlog. Zo, alles goed? Nee, niet alles. Waarom niet alles? Vertel. Het regent. Ja, het regent, ja. Pannetjes voor de nacht. Ja. Ik heb ze net nieuw gekocht, die pannetjes. Oh, is dat zo? Ja. Oh? Als ze nu al nat worden, dan gaan ze hoesten natuurlijk. Oh, ik kan niet meer mee kopen. Wat schielig. Ja, heel schielig. Ja. Maar het is ook ergens je laatste dag vandaag. Ja, mooi, maar ja, het is vandaag de laatste dag. Nee, op een werkplek. Ja, dat ook. Het is triple verdrietig, zeg maar. Ja. Hoe kan ik je ondersteunen? Nou, met een paar krukken, dan kan ik ze ondersteunen. Nou, is goed en dan krijg je die straks even mee. Dat heb ik dan. Nee, maar hoe kan ik jou ondersteunen dat het wat lichter wordt voor je? Nee, even niet zo alles zo serieus, gewoon over je werk, daar heb ik het over. En over hoe kan ik het jou iets verlichten dat het voor jou verlichting, weet ik hoe ik dat moet uitleggen. Minder zwaar. Juist, precies. Minder moeilijk. Juist, precies. Dus verlichting geven aan jou. Letterlijk verlichting geven. Ja, maar jij moet niet zo alles letterlijk opvatten wat ik zeg. Ja. Dus hoe kan ik jou daarmee helpen? Dat is wat ik vraag. Ja. Hoe kan ik jou helpen om daarmee verlichting mee. Ja. Ja. Ik noem het verlichting, ja! Ik zal de verlichting aan. Ja, is goed. Maar ik ga even opnemen. Ik had het net over ze. Twee van politie. Knal, inderdaad. En je ziet die vogels allemaal wegvliegen. Dus het moet ergens daar gebeuren. Mooie afstand zo. Nice. Politie een beetje aanduwen. Huh? Politie een beetje aanduwen. Ja, echt hoor. Van die sensoren erin zitten. Kan het zijn dat ze dan uit gaan stappen en even een bonnetje aan gaan delen? Dat lijkt me niet doen. Nee, dat lijkt me niet. Maar het kan, hè? Het hoeft niet. Die is helemaal mat grijs, dat busje. Mat grijs, dan halen we de streepjes van de. Deze. Van die energiedrankje aan de zijkant. Energiedrankje van Ever Monster, ja. Van Monster, ja, ik weet niet wat dat is. Ja, Monster. Jullie rijden nog snel ook? Dat mag, zegt hij ook nog. Ja, mag snel rijden. Hm? Niet te hard rijden. Zonder. Jullie moeten toch stoppen ook! Jee! Wat schiet je ermee op? Zeker aan de zijkant. Dat is om dus in te kunnen stappen, volgens mij. Instappen? Denk het wel. Ja, nee, dat is zo'n buis. Dat is zo'n bar. Ja, zo'n buisbar, weet ik het. Ja, oké, dan kan je auto rammen en dan. Hoe zei je dat? Kun je de auto aan de kant duwen. Boelbar, maar dan heb je aan de voorkant natuurlijk. Oh, we mogen weer één in de meer. Het is weer duurder geworden. Ja, bepaalde Amerikaanse politieauto's hebben zo'n hele bar aan de voorkant zitten. Ja, dat klopt. Speciaal dus om auto's tot stilstand te brengen. Dan duwen ze dus naar linksachter of rechtsachter. Hebben jullie haast of zo? Helemaal. Hebben jullie haast? Ja, dan moet het groen licht nog halen. Mag ik lachen? Ah, ha, 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 ha. Hij wou rechtdoor. Ja, toch maar
rechts. Maar toch die kant op. Oh, wauw. Achteruit aan het lopen hier. En maar. Stoppen. Ja, goed zo. Jij op ons gaat. Ja, en doorrijden. Kom. Geen remmen, geen licht. Met de P van niks. Politie. En eigen en reclame maken. www.politie.nl. Ja, helemaal. Dag vriendjes en vriendinnetjes. Tot de volgende keer maar weer. Mooi hè, die hele streep eronder langs. Dat is er wel. Dan gaan we weer rechts. Oké. Okay. Kom je dat gedaan? En dan de politiebureau. Ja. Ze moeten omrijden. Dat is leuk, toch? Ja, ja. Daar hebben we het politiebureau. Kijk, en dan mogen ze weer rijden. Daar. Dan gaan ze weer die kant op zometeen. Gaan ze naar het bureau. Brasserie. Even reclame maken voor je. Ja, warm hond. Kijk eens wie hier weer lekker in ligt. Ja. Het is lekker, vent. Het is lekker. Ja, het is lekker. Ja. Dat is fijn. Hij druk. Dat is fijn, hè? Je mooie nieuwe kattenmand. Lekker is dat, hè? Lekker bij de dierenkussen. Ja. Lekker, kerel. Oh. Zo, meneer is zich even lekker aan het wassen in zijn mandje. Lekker, kerel. Ja, nou, dat is voor Speedy heel wat dat hij zich in iets nieuws, zeg maar, even gaat wassen. Nou, veilig in zijn kokonnetje. Even daar, mevrouw Tweekleuroog. En haar zus, die staat hier, hè? Hé, hey, mevrouwtje, koekenpoutje. Moet je Rosie kijken dan ook naar de... Hij schat. Ja, lekker voor de kust. Alleen je kunt dit ook altijd koud drinken. Hebben we dit ook nog. Alleen dit moet je met ijs drinken. Ja. En dan heeft Ro net deze voor mij betaald. Ja, dit is erg lekker. Oplosthee. Ja, wat is dat? Wat is dat? Weet je wat ik vandaag ook al heb gedaan? Weet je wat ik vandaag ook al heb gedaan? Dat is een caviakooi verschonen. Ja, die heb ik ook al gedaan vandaag. Ja, echt wel. Nou ja. Lady ligt lekker daar. Heb ik hier lekker een broodje voor mezelf. Die ga ik straks opeten. Lekker. Heb ik hier zwarte pepert. €1,70 voor zo'n zakje. Dat is helemaal top. Heb ik hier even maar liefst kip. En bij de Turk, hè, is dat toch? Of? Ja, bij de Turk gehaald. Een halve kilo was €2 nog wat. En deze, nou ja, iets meer. Maar ik heb dus voor... Hoeveel stukken kip is dit? Vier stukken. Vier grote stukken kip. Voor maar liefst €6,25. En ze hebben gewoon 1 cent ervan afgehaald, hè? Even afronden. Ja. Viel me ook al net al op. Ja, kijk hier. Wat ik al zeg. Afrond min 0,01 cent. Ja, want dat was eerst eigenlijk €6,26. Dus ja, maar die 1 cent, die doen ze daar en daar doen ze dus niks meer mee. Nee. Dus ja, kijk maar. Dat is leuk. Dat je binnen gaat betalen, betaal je meer natuurlijk. Ja. Maar hoe gaat die verder met jou? Vertel het eens eventjes aan tegen de kijkers. Ja, mij gaat het wel redelijk. Ja, waar ga je vandaag voor het laatst werken? Naar de zaak. Ja? Dat is wel voor het laatst, dat is wel jammer. Maar goed, er zit nu een nieuw team, die gaat het overnemen allemaal. Per 1 januari. Ja. De zaak. Maar van het werk, weet je wel. De zaak van het werk. Dus eens kijken wie er nog bij is verder.
En of ze het allemaal snappen, zeg maar. Mm-hmm. Want maandag heb je ook al mensen ingewerkt. Dat ging goed. Ja, dat ging goed. Ik had er 3 meelopen, zeg maar. Even snel dit uitgelegd. Nou, ga nu maar zelf doen. Mm-hmm. De procedure uitgelegd, laten zien. Ga nu maar zelf doen. Mm-hmm. En nou, de baas, zeg maar, die ik heb een beetje mogen begeleiden, die ging alles opschrijven. Van, nou, ik schrijf hem op en dan zien we wel verder. Mm-hmm. En ja, er zijn nog een heel pakket met instructies, maar dat van mij, dat was ietsje handiger uitgelegd, volgens mij. Ja, oké. Okay. Van over de verschillende systemen. Je hebt er 3. Oké. Okay. Waar je allemaal rekening mee moet houden. Eventueel nog een 4 erbij, maar dan heeft hij nog geen toegang. Mm-hmm. Maar voor de rest vind je het wel jammer dus. Ja, ja, het was lekker dichtbij. Ja. Op de fiets erheen. En ja, nu alleen maar met de wagen naar een nieuwe locatie. Mm-hmm. Ja. Dus het heeft iets triestigs, zeg maar. Nou ja, maar daar vroeg ik al van, hoe kan ik jou daar helpen om het een beetje luchtig te houden? Een beetje gezellig vandaag. Nou ja, en je krijgt al sowieso 2 doosjes mee zometeen. 2 doosjes? Ja, uit en uit de koelkast. Oh, uit de koelkast dan. Ja, precies. Mag ik dit weer even daar naartoe doen, schat? Dank je wel. Zo. Hi, schatje. Mag ik even je oogje doen, schat? Zie. Hier. Hallo. Je dikke neus. Zo. Doe ik die weer zo? Echt wel? Ja, vond ik leuk. Zo. Ik ben al de hele middag bezig hier. En ik ga wat lichtjes aan doen. Het is wel gezellig zo, hoor. Daar niet van, maar... Ik ga wel even lampjes aan doen. Ja. Het was weer wat meer licht, zeg maar. Ja. Daar ligt lekker draakie. En dan moet ik ook nog de koelkast anders gaan indelen. Ja. Kijk. Ik moet hier nog even gaan opruimen. Moet ik ook nog gaan doen vandaag. Ja. Ik wil dit zo meteen gaan eten. Dus dit moet ik even in de oven doen, denk ik. Yep. Zo te zien wel. Er staat serieus in de oven. Verwijder het etiket en bovenfolie volledig. Schep de gratin om en bestrooi eventueel met geraspakaas. Oeh, dat kan ik wel maken. Plaats het schaaltje in, in een voorverwarmde oven van 200 graden en bak in 20 minuten gaar. Oh, nou dat gaat wel lukken. Nou, dan heb ik hier kip. Lekker. Dan heb ik dat nog. Nou, dit moet ik even gaan opruimen. En ik moet mijn koelkast even anders in gaan delen. En ik wil eventjes ook nog salade maken. Dus, en ik moet dit gewoon even anders gaan indelen. Sowieso. Want, waarom? Hey, zal ik jullie nu even laten zien. Ik heb sowieso deze gluwijn. En ik heb deze. En daar heb ik 3 flessen van. Ja. En nee, dat gaat niet helemaal op. Nee. Dus ja. Hi, wijfie. Hi. Ja, ik heb het koud. Ja, hè, maakt niet uit, geeft niet. En dan ligt hier Spido. Hi, kereltje. Hi. Dan heb ik hier mijn andere 2 vriendjes en vriendinnetjes. Ja, en oh, wat denk je? Ik ga schuilen. Lofie, die komt er even weer lekker bij staan. Hè, schat? Ja. Ga jij het doen? Ga je lekker deffen? Ja, pak maar. Pak hier. Pak maar. Hier. Pak dan. Hier. Eitjes zijn gekookt. Die moet ik zo meteen even laten schrikken. Ik heb hier salade met mozzarella bolletjes. Ik heb hier een lekkere sausje ben ik aan het maken. Dat gaat door de sla heen. Ik heb hier nog een beetje visolie. Moet er ook een beetje doorheen. En ik heb al de koelkast een beetje anders ingedeeld. Ja. Nou, en die kon ik dus niet hier zetten. Want dan gaat deze kapot. Ja.
Dus ja, een beetje te veel. Maar ik moet hem nog even anders indelen. Maar maakt niet uit. Ik ga deze later zo meteen laten schikken. Deze is bijna klaar. Oeh, dat ziet er lekker uit. Oeh, kijk dan. Lekker. Nog heel even. En dan kan ik eten. Ik heb hier voor me een lekkere salade. Ik heb hier een lekkere truffelgratin. En ik heb hier een beetje glühwein. Niet warm, maar koud. Maar dat maakt niet uit. Ik ga lekker eten. Zo. Roos al een hele tijd thuis. Ja. Maar Roos is nu met de hondjes lopen. Maar Roos wel bijna. Ja. Dat betekent dat hij zometeen alvast een cadeautje mag pakken. Sowieso. Zometeen. Maar ik moet weten, hè, welk cadeautje. Deze is sowieso nog niet. Deze is sowieso nog niet. Ik moet echt even zoeken welke dat is. Deze ook nog niet. Welke dat is. Of het is deze nog niet. Ik weet het echt niet. Nee, deze niet. Deze wel. Ja, deze. Deze mag je uitpakken. Zometeen. Deze. Oh, deze gaat hij geweldig vinden. Ja, deze gaat hij heel geweldig vinden. Dan, het is een beetje donker. Maar deze gaat hij helemaal geweldig vinden. Dus deze leg ik ook gewoon hier neer. Deze mag je zo meteen gaan uitpakken. Jee. Gefeliciteerd, schat, met jouw verjaardag. Nee. Kijk, daar. Op mijn... Nee, nee. Nee, daar. Die geldt. Die geldt. Die geldt wel. Schat, even. Stop nou. Gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel. En nog vele jaren. Dit is cadeautje nummer 1. Ja. Wat denk je wat erin zit? Nee, even. Wat denk je wat erin zit? Een kledingstuk. Nou, ik zou zeggen, pak hem uit. Er zit zacht. Er zit ook hard in. Ik heb plak. Dus gefeliciteerd met je verjaardag, schat. Dankjewel. Jij ook gefeliciteerd met mijn verjaardag. Ja, dank je. En gefeliciteerd met de verjaardag van je man. Zie je dat ook weer? Oh, dat had ik net altijd wel willen hebben. Een cadeautje. En kijk uit, het is breekbaar. Een glasding. Ik zeg alleen dat het breekbaar is, meer niet. Okay. Dat is lastig, hoor. Nog een cadeautje. We blijven bezig met uitpakken. Daar ben ik nog iets kleins in te zitten. Maar het is niet zo klein, denk ik. Hè? Hier zijn ook niks in zitten, maar je weet maar nooit, weet je wel. Nog meer geloofjes. Nog meer van die dingen zitten, er zijn ook geen niks in. Ik heb geen moeite uitbesteden. Er zit ook niks in.
Hier, er zit wel wat in. Een eierdop. Ja. Kijk, dat is een enorme knikker. Blauwe nog wel, paars of blauw. Mooi, wauw. Het is een mega knikker. Het is toch even niet aankomen, hè? Het is niet aankomen, nee, het is nog hard op. Ik kan niet zien wat er nog op staat. Glas. Zo dom van ding. Nou, ik blur het wel, hoor. En je dingetje, ik vind het goed. Ja, dit. Dat blur ik wel. Ik vind het goed. En anders dan maar eens een keer niet. Dag. Nee, mooi. Ik ga niet meer knikken. Dat is een beetje te waardevol voor. Ook dat willen hebben. Ja, dat weet ik. En want die stond ook op jouw verlanglijstje. Ja, die was 6 centimeter, maar... Dit is 8. Het is 8, zie je maar. Even opmerken. Let niet bij. Nee, groot bureau, hè? Dat heb je. 8 centimeter? Volgens mij wel. Ik kan het even nagaan op de app, hoor. Nee, deze is iets kleiner. Ik kan het zo nagaan op de app. Dit is 8. Ja, waarschijnlijk diameter, schat. Is dat een centimeter of zo? Nee. 6 centimeter, denk ik. Maar je bent er blij mee? Ja. Mega ding. 6 centimeter. Ja, 6. Prima, ook goed. Ja, prima, ook goed. Mega, ik kan helemaal mijn hand houden. Lekker, hè? Lekker mee spelen de hele tijd. Waarom dacht jij dat ik... En waar de Action vroeg om dit soort papier? Geen idee, moet je nog maar weten. Nou, of voor dit dus. Maar je bent er blij mee, lief. Vele dingen. Maar je bent er blij mee, dus. Ja. Ja. Ja, het is iets wat je leuk vindt, maar niet voor jezelf gaat kopen. Nou, het heeft geen functie, anders dan dat het leuk is. Ik zie een glimlach op je gezicht. Leuk. Ja, als ik iets nodig heb, dan ga ik het zelf wel kopen. Ja. Oh, wat was Roderick blij, hè, met die mooie knikker en voor zijn verjaardag. Maar... morgen krijgt hij nog veel meer. Dus ik zou zeggen, blijf vooral kijken voor morgen, voor de nieuwe vlog. Dus vond je deze vlog al leuk? Ik zou zeggen, vergeet het blauwe duimpje niet. Vergeet niet te abonneren hier beneden. Laat even een leuke reactie achter. En doe het belletje aan, want blijf je op de hoogte. Elke dag om 2 uur een gloednieuwe vlog. En dan zeg ik, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.